Hallo mensen, Tim is kijken naar deze nieuwe aflevering van The Sims 4. We zijn hier weer met onze gezin. We zijn in de vorige aflevering zijn we gestopt omdat Tim beneden zat en de rest zat allemaal namelijk boven te slapen. Uh, want Tim heeft echt uh, vrijwel een energie van gehalte nul en hij heeft echt gewoon... Hij voelt zich eenzaam. Maar over een Eureka, dat komt denk ik vanwege deze stenen denk ik hè. Ja, ik, wil langs, ik wil later uh, wil ik gewoon al deze stenen gewoon en deze poppetjes op een plank hebben. En dat ze fucking alles awesome moeten zijn. Alleen zijn plezier... Wat Tim, wat ben je nu aan het doen? Of webserver. Zijn plezier gaat er omhoog. En sociaal. Hij voelt zich echt tering eenzaam. Ga heel gauw daar staan. Ik heb het dan niet gezegd dat je dat mocht doen. Hopen dat straks begint. Zo snel mogelijk iemand eventjes uh, naar beneden komt. Om hem eventjes op te troosten. Eventjes gewoon even praten. Want het plezier is aan de kloten. En we hebben geen zin we straks een eenzame gozer hebben. Dit het al helemaal geen plezier heeft. En dat hebben we niet nodig op de sims. Nikita, jij moet naar je werk toe. Straks. Wakker worden. Jij hebt honger. Een Porsche pakken. Ja, dat boeit me niks. Ik, ik heb geen geld. Jullie willen een gaming mat? Dan gaat die gaming mat ook straks komen. En gewoon de alle twee die ik gewoon had gezegd, heeft het al niet gedaan dat ze straks naar haar werk toe moet. Nikita, jij gaat echt te laat komen als ik weet niet wat ouwe. Echt, hoe dan? En ze is ook nog niet haar taak begonnen. Ook al had ik dat in de vorige aflevering wel gezegd. Jo, ga die taak doen. Nou, hoop dat ze straks misschien dat ding kan doen. Zo zonder uh, kennis erbij zoeken, want dat kan wel. En uh, Nikita moet nu aan haar werk toe. Stoppen. Stoppen. Dank u. Maar Tim voelt zich wel wat beter in ieder geval. Hij voelt zich blij. Dus hij is uh, gewoon nog steeds lekker trollen op een forum. Ja, had je maar mijn bewelen. Had je eerst gewoon moeten eten. Had je gewoon naar jezelf moeten luisteren. Trouwens, in de vorige aflevering had uh, Glen wat shit gemaakt. Vier barkrukken. Alle vier. Heb ik oké, weg. En dit. Oh my god, dode ruimte, Inkvis. Dit is wat dus Kees heb gekregen uit de vorige. Dit is in ieder geval zijn, zijn carrière shit. En dit is gewoon. zijn uh, ding. Dus ik ga deze aan zijn tafel zetten. Wat was zijn tafel ook weer? Volgens mij was de tafel dit. Maar iedereen zit voortaan nu echt random op iedereen zijn computer. Dus dat is echt. Maar gewoon die ruimte, Inkvis, is volgens mij echt een zelfverzekerde omgeving. Dan kan je ook zelfverzekerd volgens mij gewoon een game spelen. Dus. Hé, fijn. Chill. Oké. Okay. Tim is op dit moment dru druk bezig. En de rest is nog allemaal aan het slapen. Want Kees hoeft pas om één uur naar zijn werk toe te gaan. F fitnessvaardigheid? Kut, we moeten naar de fitness. En Kees en fitness, dat gaat niet samen. Oh my god. En hij hebben een heel speelmat. Uh, even kijken. Gem prestatie gemiddeld. Dus schaken die begonnen. Kees, ga je nest uit. Is Kees' karakter gebukt? Ik wou net zeggen. Hero... Spelen. Ga niet uit. Jij moet je schaken, dagtaak moet jij gewoon eventjes omhoog hebben. Daarmee hopen dat de rest, want uh, ik kan Demi wel laten slapen en Kees of en Glen ook, want zij hebben op dit moment nog vrij weinig iets, maar zij kunnen wel helpen in de of in de uh, dagtaken van de rest. In ieder geval Glen wil de resensieur worden en dat kan uh, met de volgende aan het werk. En uh, Tim heeft een deugend niveau. 4. Uh, dus hoop dat uh, Tim zich straks ook wat beter voelt. Op dit moment. Hij is alweer wat beter. Dat is fucking. Ik laat hem gewoon lekker trollen. Voor. Ik laat hem nu even met de rust met hekken. Of wat dan ook. Hij heeft eventjes gewoon het stukje plezier nog. Het, plus, het plusje sociaal. Dus ik laat Tim gewoon de hele aflevering lekker dat doen. En hij uh, zoekt het zelf even uit. Dan ga ik gewoon even met uh, Kees eventjes hopelijk zijn dagtaken doen. Want dat moet ook nog omhoog. 50% van de dagtaak. En nog uh, vaardigheid niveau 2. Dus ik zou hem dan wel kunnen jokken trouwens. Als hij klaar is hiermee met zijn dagtaak, zou ik hem kunnen jokken. Kees? Maar ik dacht eigenlijk nog even af, want hij is klaar. Bijna klaar, bijna klaar, bijna klaar, bijna klaar, klaar. Go, 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 go. go. Ja, hij is voltooid, nice. Even werken. Nee, Demi heeft wat uh, sociaal nodig. En daarmee ook weer wat uh, plezier. Dat is echt gewoon één dag gewoon een struggle bij ons. Van joh, ons sociaal gaan naar de kloot, hè, En ons plezier. Maar we hebben fucking computers. Nikita heeft weer de promotie, nice. Oké, okay, wat heeft ze? Nikita? Is gepromoveerd tot informatieverwerker. Ze verdienen nu 2 simonians per uur voor de totaalbedrag van 19 per uur. Ze heeft de volgende bonus ontvangen, ontvangt 349. En de draai komt intelligent onderzoek doen op de computer. Haar volgende dienst is woensdag om 7 uur. Gewoon zelf de tijd. Nice. En Case is weer thuis en heeft 432 gewel, eh, geweldig werk geleverd. Nice, Case. En daarmee heeft hij ook nog 188 verdiend. En daarmee kunnen wij, ja, wij kunnen nu eindelijk de gaming mat kopen. Hè? Hey. Hier, jongens. Ik moet even kijken op een goede plaats Ik denk dat ik hem gewoon nog even hier neerzet. En later pas omhoog, plaats of beneden. Maar ons plezier gaat nooit meer laag. Yes, zijn dalk. Want deze kunnen we pas laten. Hier, wij ontgrendelen dit door niveau 10 in de gamer tak van de techneut carrière te bereiken. Plezier 9. Plezier 10. Betrouwbaarheid 8. En deze is onbreekbaar. Nice. Kunnen we, wat ik wel kan doen trouwens, gewoon om het boven neer te zetten. Gewoon. Om in ieder geval dit te kunnen plaatsen. En mocht het straks nog nodig zijn. Een loopband. Want dat hebben we vrijwel nodig. Dus ik zou zeggen, Kees. Ben jij moe? Ben jij kapot? Kees is moe en gaat nu naar zijn nest. Ik laat hem eerst even hier uh, openen. En een klein postje pakken. En daarna laat ik hem naar bed toe gaan. Gewoon eventjes een gamepje spelen. Blah, blah. Nee, wacht. Jij mag als eerste van ons allemaal verbeteren. Gamepje oh. spelen. spelen. Dit ziet er zo tof uit volgens mij. Oh. Hier, plezier. Kijk even naar dat plezier. Kijk naar die plezier. Dat plezier gaat omhoog, ouwe. Holy shit. Hey, wow. Tijdens een klus wordt een van de agenten van Nikita ontmaskerd. Volgens het protocol moet de ontmaskerde agent meteen stoppen met de klus. Maar de agent wil het graag zelf opmaken. Moet Nikita hem bevelen om er vandoor te gaan of toelaten dat hij de klus afmaakt? Bevelen om te stoppen. Yo, wat zou je denken? Uh, Even Als het nog een paar minuten langer had geduurd, zou de agent een kopje kleiner zijn. Gemaakt. De heeft zijn leven gered. Het bureau en de agent zijn extreem dankbaar. De prestatiegroei gemiddeld. Nice. De jij ja, gaat echt die promotie. Ga je echt hopelijk vandaag binnenhalen? Als je nog snel bent, uh, Kees, zou je nog even kunnen chatten. Uh, Tim, uh, Tim is nu beter in hacken en krijgen we dus ook veel meer geld. Nice, oké, okay. weggooien kan dat. Kunnen wij deze ook nu verbeteren? Ja, stevige penning maken. Nice. Nou, ja, wat voor post hebben we hier op dit moment trouwens ook? Want dat, uh, post halen. En dat is ook weer kapot, dus dat mag je ook weer gaan repareren. Glenn wordt echt zo'n, echt, een repareerd dude en een fixed dude en een sh shit dude. Echt, hij doet echt lelijk alles gewoon. En nu gaat hij dat doen. Dan gaat hij dat repareren. Dan wordt er, dan gaat hij, daarna gaat hij dit dweilen. Hey, denk u god. Jij okay, moet naar je werk, case, Op bokken naar je werk toe. Oké. Okay. Dan zou ik graag gewoon. Tim straks ook gewoon maar een baan te gaan zoeken. Kunnen we... ja, Tim is een beetje gespannen hè. Zijn plezier is nu de kloot. Uh, Wel helemaal niet. Oh, uh, gespannen. Sims wil eigenlijk helemaal. Oh mijn god. Hij heeft games nodig. Maar hij is nu druk bezig met freelance werk. Even door, Tim. Glenn heeft het ook gemodificeerd. En. Glenn heeft de briefjes liggen gehaald. En. Ja, yeah, zo'n blokje. Dan moeten we eigenlijk zo'n rek kunnen kopen voor om daar al die shit in te stoppen eigenlijk. Dat zou ook heel handig zijn. En Nikita is weer thuis en heeft 152 uh, verdiend. Nice Nikita. Dankjewel voor het geld. En dan zou ik zeggen van, joh, jij hebt even plezier nodig. Dus ik zou zeggen van, joh, game spelen. blok spelen. Nou, Damien, dat hoef jij van mij niet te doen. Want jij moet even oosten. Oosten. Dan moet ik even door het huis heen. En hierdoor uh, gaan graven. Kunnen we straks later doen trouwens. Uh, verbeteren. Nee, niet verbeteren. Ik moet deze moet ik gewoon schoonmaken en daarna weer douchen. Schoonmaken. Die niet. En Nikita, oké. Okay. Ja, wat heb jij nodig voor je werk? Jij moet niveau 2 van inzichtwaardigheid en kennisbankdata doorzoeken. Keuze web. K naar kennis zoeken. Kennis onderzoeken. Hij heeft een tijdscapsule uh, opgegraven. nice. Kunnen we straks ook verder eventjes onderzoeken. En uh, Demi is weer terug, dus wat heeft hij in haar uh, inventory? Dat een beetje. En 259! Wat is het bedankt voor je help? Ah, nice. Oh, Tim heeft. Voor mij. Door ja, voedsel weggooien. En daarna wil ik eigenlijk aan de ene kant dat jij gewoon even spelen. En dan. sinds voor altijd spelen. En dan. Tim gaat daar niet in. Ik wil dat jij hier gewoon. Want voor mij had jij schrijven. Schrijven hervatten. Klein verhaal. Groot, uh, groot volwassenen. En dan zouden we straks natuurlijk altijd nog de, de badkamer nog kunnen aanpassen. Gewoon met nieuwe spullen. Gewoon betere shit. En want, want op dit moment hoeven we maar één computer eigenlijk te kopen. Want dit moet eigenlijk ook nog veel iets kleiner worden. Dat we hier wat meer, uh, uh, meer shit kunnen plaatsen. Dus we zeggen van, joh. En iemands computers met de kloten. God. Hier: repareren. En dan dit: schoonmaken. Want Nikita gaat nu slapen. Nikita gaat iets slapen. Nikita die gaat inzichtvaardigheid vergroten. Maar dat duurt ook even een tijdje. vies gevoel. Mooie douches geglitst. We hebben ook plezier nodig in sociaal. Daarna dan mag je van mij wel even. blikblok. Met Nee, Demi, rot op, niet doen. Demi, rot op uit dat, bo uit die blik. Jij, ja, ja, moet erin. Nee. Demi, bok op, hierin. Wat ik dat jij wil. Je hebt zo'n schijfgevoel. Oh, maar die daar lekker voor betalen heb ik net 50 euro voor geen fuck. Programmeren oefenen. Want uh, dat is allemaal gewoon gespannen en sociaal nodig. Dus dat is gewoon kut. we gewoon kut, in ieder geval. Oké, oké. Precies nu druk bezig. Hoe staat met Nikita haar? 25% gedaan. Ze heeft straks al wel slaap nodig. Nikita heeft niet voor 2 en jij gaat nu slapen. Jij gaat nu slapen. Ja, dan kan je nu niet meer stoppen met het, me meedoen met het spel. Rot op, Nikita, jij moet slapen nu. Maar nee, is sociaal. Gewoon. Lenners is op dit moment een beetje sociaal. Uh, naar de klote, Want uh, die computer moet worden gerepareerd. Uh, probeer nu zo sociaal. Ga hier. Ga zo sociaal snel mogelijk doen. Sociaal doen. Ja, gebruik dan, maar ga daarna gewoon hier, je sociaal fixen. Want je voelt je kut. En Kees heeft weer geweldig werk geleverd en 432 verdiend. Nice Kees. Ik wil dat jij direct even verder gaat met jou. Uh, schaken kan. Hier gewoon spelen. We hebben we dat ook weer uh, gehad. Glenn gaat trouwens ook al een beetje beter met jou. Ja hoor, klein met je sociaal gaat ook rustig omhoog. Hier is is rustig gaan chatten met mensen. Je dus sociaal gaat wel weer een beetje omhoog. Wat Tim het best nu op dit moment trouwens nu kan doen is gewoon straks dit gewoon opruimen. Want het is smerig. Dan moet ook nu naar de wc toe. En daarna Macron met kaas eten. En we proberen om iedereen om 23 uur gewoon iedereen naar boven te sturen. Glenn, je hebt ook honger en je hebt ook weer, nou, we gaan sociaal. We gaan gewoon binnenkort, gaan we gewoon met elkaar gewoon socialiseren, gewoon met elkaar praten. Want volgens mij zijn we nog niet iedereen zijn goede vrienden nou eigenlijk. Demi, hoe gaan we daarmee? Demi gaat stoppen met de computer, gaat gebruik maken van maken en gaat daarna gewoon naar bed toe. En we gaan straks, morgen in ieder geval. In game, en de, de volgende aflevering gaan we gewoon met z'n allen gaan we gewoon met elkaar gewoon praten en sociaal omhoog gooien. Want het is zo lastig. Glenn gaat alles opruimen. Dan ah, wil ik dat Tim naar bed toe gaat. Ik dat dan Kees eerst even zijn blaas gaat legen en daarna naar bed toe gaat. Nikita komt al naar beneden. Jij hebt blaas nodig en honger. Openen. Portie pakken. En daarna wil ik dat jij gewoon weer naar bed toe gaat. En Kees komt weer naar beneden. Oh ja, Kees moest nog even naar de wc toe. En daarna gaat Kees slapen. En daarna gaat Nikita naar bed toe. En daarna. Uh, en die doet het volgens mij nu. In haar broek. Oké. Dusje, dusje. Ik zei nog, ga ze nou nog even douchen. Of ga ze nou ook naar de wc. Toe, dat zei ik als eerst. Maar moet Nikita ook straks werken? En die moet vandaag ook nog werken. Dus ga nu naar bed toe. Dat uh, ruimt in uh, allemaal op morgen. Dus maar dan is dat in ieder geval. Onze familie ligt nu weer te slapen. Nadat is wat we in de volgende aflevering sowieso moeten gaan doen: is even van, joh, we moeten het sociaal plezier. Nou, plezier hoeft niet echt per se, maar gewoon sociaal. Gewoon elkaar leren praten, dat is veel beter. Dus dat gaan we in ieder geval de volgende aflevering doen, dus, jongens. Vonden jullie deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Wil jullie meer? Abonneer, like, verzoek weer de volgende keer. En in de volgende aflevering gaan wij weer verder met onze familie in de Sims, jongens. Ik jullie tot dan. Houdoe.